Vrachtverkeer is vanaf maandag niet meer welkom op de Kruisbroekweg in Naaldwijk. Het vrachtwagenverbod is een lang gekoesterde wens van omwonenden. Zij ervaren geluidsoverlast. Al het vrachtverkeer wat niks te zoeken hebt daar zo, gewoon totaal wegwezen. Alleen het beleveringsverkeer voor het centrum, dat moet toestemming hebben. En overige verkeer mag voor mij gewoon wegwezen. En ik spreek niet als een leek. Ik zit zelf op de wagen en ik weet wat het is om in gebieden te rijden zoals Naaldwijk. Jongens, doe normaal. En jullie rijden niet normaal. En daarom gaan wij klagen. Want die rijden echt als een Mongool daar voorbij. Mijn vrouw is twee keer de dupe geweest bij het oversteekstoplicht. Dat ze zowat te barsten wordt gereden door een meneer met een petje op en een bakwagen. Wethouder Meijer wilde pas een vrachtwagenverbod afkondigen als de verlengde veilingroute af is. Maar dat duurt nog zeker anderhalf jaar. Nu zijn er toch mogelijkheden gevonden om het verbod af te kondigen. Maandagochtend, nog voor de ochtendspits, plaatsen gemeentewerkers de verbodsborden.